In alle vroegte werd Soleimani maandag gefeliciteerd met de geboorte van zijn zoontje Luca. Daarna reisde de selectie naar Schiphol omdat het dinsdagavond een belangrijke uitwedstrijd in de Champions League speelt tegen Dynamo Zagreb. Onder flinke belangstelling van de Kroatische pers kwam Ajax iets na 12 aan in Zagreb. Bij het wachten op de koffer zag Kenneth Vermeer, die zaterdag nog uitviel, er ontspannen uit. Hij zal dinsdagavond waarschijnlijk gewoon spelen. Of dat geldt voor Koppers en Lukoki is minder waarschijnlijk, maar ook zij waren in een prima stemming. Frank de Boer nam in de bus alvast de voeren tactiek door voor deze belangrijke wedstrijd. Een overwinning op de Kroaten zal Ajax een stuk dichter bij Europese overwintering brengen. Er staat dinsdagavond in het Maximeerstadion dus veel op het spel.